Symfonie nummer 104 van Joseph Haydn, Radio Kamerphilharmonie, dirigent Frans Brugge.
enthousiasme hier in de grote zaal van het Concertgebouw voor deze uitvoering van de symfonie nummer 104. De allerlaatste van Joseph Haydn. Gespeeld door de Radiokamer Philharmonie onder leiding van Frans Bruggen. En eerder op de ochtend hoorden we concertaria's van Mendelssohn en Joseph Haydn met als soliste de Duitse sopraan Simone Kermes. Het eind van dit zondagochtendconcert van deze 11e april. Techniek werd gedaan door Gert Altena met muziek van Gerard Westerdaal. En de AVRO is er. Het zondagochtendconcert, ja de AVRO ook hoor, maar het zondagochtendconcert is er iedere week. Is een samenwerking van de AVRO en het Concertgebouw en wordt mede mogelijk gemaakt door Menzies. Frans Bruggen laat uiteraard de leden van het orkest uitgebreid delen in het applaus en verlaat nu langzaam het podium. Dan ga ik u zeggen dat er volgende week natuurlijk weer een zondagochtendconcert is, ook in de grote zaal. We ontvangen dan het Noord-Nederlands Orkest en de vrouwen van het Noord-Nederlands Conceptkoor, dirigent Michael Tabasnik en de sopraan Charlotte Margiono. Zij zal zingen de Rückert-lieder van Gustav Mahler. En daarvoor zit de Chaconne van Johann Sebastian Bach in een orkestratie. En afgesloten wordt dan met de Nocturnes van Claude Debussy. De allerlaatste kaartjes voor dat concert.